Goed, een oefening op gelijkvormige figuren, een beetje zoals oefening 18 uit het werkboek. Noteer met symbolen dat de twee driehoeken gelijkvormig zijn. En wat weten we nu van die twee gelijkvormige driehoeken? Nu dat hoek B overeenkomt met hoek S en dat de lengte van lijnstukje LO hetzelfde is als de lengte van lijnstukje MA en dat hoek O overeenkomt met hoek A. Waar moeten we op letten? De letters die voor het is gelijk aansteken staan, dat zijn die van mijn eerste driehoek, die daarna het gelijk aansteken staan, dat zijn die van mijn tweede driehoek. Dus als we gaan kijken voor de is gelijk aanstekens, krijgen we de letters B, L, O en O. Dus daar kunnen we, hè, B, L, O. En die gaat gelijkvormig zijn, die driehoek. Met driehoek. Nu gaan we eens gaan kijken naar de volgorde van de letters. Met de B komt de S overeen. Met de L komt de M overeen. Dat is hier telkens de eerste letter. En dan met de O komt de A overeen. Dat is hier inderdaad ook nog eens bevestigd. Stel dat je daar dan toch mooie woordjes van wil maken met die drie lettertjes. Bijvoorbeeld driehoek bol is gelijkvormig met driehoek. Wat we dan gedaan hebben is de L en de O van plaats verwisseld. Met de L komt de M overeen. Dus als de L vanachter komt te staan, moet de M ook naar vanachter komen te staan. En dan krijg je dat driehoek bol gelijkvormig is met driehoek sam.